In Efesiërs 5 vers 21 tot 33 bou Paulus voort op die gedachte dat gelowiges aan mekaar onderdanig moet wees, Efesiërs 5 vers 21. Dan gee hy raad aan die Christenvrouwe in verse 22 tot 24 en hulle mans verse 25 tot 32. En daarna sluit hy af met de samenvattende instructie aan beide in verse 33. Vandaagse Bijbelstudente kan door hierdie raadgeving hoor hoe die verreese Christus ons verhoudinge tussen mekaar aanspreek. Dit kan ook ons siening word, wanneer ons Efesiërs 5 vers 21 tot Efesiërs 6 vers 9 verstaan as Paulus' manier om die groot thema van die brief, eenheid, te verwesenlik. Maar in hierdie skrifgedeelte concentreer hy op die Christen gesin, terwyl hy die foutiewe sosiale struktuur van die ouwe mens sterk kritiseer in Efesiërs 4 vers 22, besing hy ook die totstandkoming van een nieuwe mensdom in Efesiërs 2 vers 15, wat in die groter mensdom met sy foutiewe sosiale struktuur vastgevang is. Vanuit hierdie strukture demonstreer gelowiges die nieuwe kracht, die Heilige Gees, wat ons lees in Efesiërs 2 vers 22, 3 vers 16, 5 vers 18 tot 21 en hoofstuk 6 vers 17 en 18. En een nieuwe sedeleer wat Christus weerspiel, word losgelaat. Ons lees dit in Efesiërs 4 vers 13, vers 15, vers 20 tot 24 en vers 32 en ook hoofstuk 5 vers 2, vers 10, vers 17 en vers 21 tot 33. Wat vooruitwys naar die uiteindelijke volvoering van Godse plan voor zijn volk en die wereld. Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding voor Sabbat 2 September.